Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag ga ik een helix bouwen voor mijn treinbaan. De bedoeling is dat ik van het onderste schaduwstation naar boven kan rijden, waar ik mijn mooie landschapje ga proberen te maken. Zoals meer mensen op internet hebben voorgesteld, heb ik ook de Gleiswendel Excel sheet gebruikt. Ik ga Roco R4 en R5 gebruiken. Die heb ik hier ook ingevuld. En op dit plaatje van de Excel-sheet laat hij mij precies zien hoe breed en groot ik de planken moet gaan zagen. Onder welke hoeken, zodat ik ze aan elkaar kan lijmen en een mooie helix ga krijgen. Als eerste heb ik een voorbeeldplank gemaakt, een mal, zodat ik vanaf deze mal gewoon kan tekenen en niet elke keer alles uit hoef te meten. En ik heb in totaal zeker 18 stukken nodig. Dus, en het bleek dat de schotten die uit de kast kwamen, precies de goede maat hadden van 3 mm. Net als de planken die ik nog gekocht had hiervoor. Ja, en dan is het zagentijd. Met een decoupeerzaag proberen recht te zagen is onmogelijk. Ik had eigenlijk een tafelzaagmachine hiervoor moeten hebben. Die heb ik niet en wil ik er ook niet voor aanschaffen. Dus ik heb zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd alle planken uit te zagen volgens de lijntjes die er staan. Dat is met de nodige onnauwkeurigheid, zal ik maar zeggen, gebeurd. En dat is later ook wel te zien, want omdat de hoeken niet precies 60 graden zijn en de rechte stukken niet precies recht, past het ook allemaal net niet. Na al het zagen moeten de planken in paren bij elkaar gelijmd worden. Ze moeten zo op elkaar komen dat er een overlap is. En in de Excel sheet heet dat het Verstad. En dat is in mijn geval 182 mm, ofwel 18 cm en een beetje. Dat uitmeten was een beetje een gepuzzel, aangezien je altijd met schuine randen aan het meten bent. En mijn geodriehoek ook maar 14 cm als max aan kan geven, dus ik moest met een meetlint aan de gang. En het verlijmen ervan is ja gewoon houtlijm ertussen, houtklemmen erop en lekker even wachten. Als je dan die twee planken verlijmd hebt, hier als gewoon een probeersel, dan, en je legt ze over elkaar heen, dan zie je de eerste vorm al ontstaan. Na al het zagen was natuurlijk het hout niet altijd in even goede, fijne, werkbare conditie. Dus een stuk schuren was wel gewenst. En er zijn veel planken. Kijk maar naar alle rotzooi die er op de grond ligt. Het is een heleboel resthout, maar dat komt later nog goed van pas. Verder is het schuren, lijmen, schuren, lijmen, schuren, lijmen. Alles opstapelen en aandrukken. De volgende dag. Nou, alles heb een dag staan drogen.
Met zelfs lood erop. En nu heb ik een heleboel. Ik denk 9 stuks. Ja, want ik had 18 planken natuurlijk. 9 stuks van de helix klaar die ik kan gaan boren en in elkaar kan gaan zetten. En oh, wat zijn ze mooi, wat zijn ze mooi. En oh, wat zijn ze allemaal niet gelijk en niet hetzelfde. Wat ik al zei, dat zagen met een decoupeerzaag was best lastig. En dan nu eindelijk de plank in de vorm leggen. En het begint te lijken op een hexagon, is dit denk ik. Een zeszijdige ding. Ze passen enigszins in elkaar, maar hieruit bleek al wel hoe ontzettend groot dat dit ding zou gaan worden. Ik had me daar een beetje op verkeken. Ik had gedacht dat die kleiner zou zijn, maar tegelijkertijd wilde ik een grote boogradius hebben, want ik vond het belangrijk, of vind het belangrijk, dat ik mijn treinen niet ga slopen omdat ze een te steile helling op moeten. En nu is het stijgingspercentage op de buitenste ring onder de 2,5%, wat toch over het algemeen aangeraden wordt. En dat is dus 1,30 meter. Nou, hop de rails erop. Zoals al aangegeven, ik gebruik gebruik hiervoor Roco rails zonder ballastbedding. Ik ga hier nog kurk onder leggen voor de geluidsisolatie. En dit zijn de R4 en R5 bochten. En als ik het neerleg, zie je ook al een beetje. Het is wat krapjes. Dat is toch een beetje raar, want ja, het zou allemaal prima moeten passen. Dus ik ben wat aan het schuiven gegaan met alle onderdelen, met alle planken. Ervan uitgaande dat het mijn zaagkunsten waren die ervoor zorgden dat het allemaal niet helemaal lekker paste. Met het kurk leggen, wat ik nu aan het doen ben, wat de afgelopen dagen niet kon omdat het zo ontzettend warm was, kwam ik erachter dat geen van mijn berekeningen eigenlijk klopte. Ik probeerde te achterhalen hoeveel ruimte er nu tussen de twee sporen moest zitten, zodat ik de goede stroken kurk af kon snijden. En het kwam allemaal maar niet uit. En toen ben ik nog eens goed gaan kijken. Op de onderkant van de rails, daar staat een boogradius van 542,8. En in de Gleiswendel Excel sheet staat 529. En dat klopt niet. Die komen niet overeen. Dus de planken die ik gezaagd heb, zijn allemaal niet lang genoeg. Ook de R4 klopte niet. Ik wist op dat moment dat ik hiermee bezig was nog niet dat het niet klopte doordat de Excel sheet niet goed was. Ik ging er nog steeds vanuit dat het mijn zaagkunsten waren. En de temperatuur was inmiddels opgelopen tot ver boven de 30 graden. Dus van de rest van het proces heb ik alleen af en toe foto's genomen, omdat ik niet de camera op wilde gaan hangen en overal op wilde gaan letten. En het kost best veel tijd en ik wilde dit ding toch echt wel een heel stuk af hebben. Dus je ziet dat die helix langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. Om te weten hoe hoog de planken en de schroeven en alle dingen moesten, had ik een Excel sheet gemaakt. Ik wil 82,3 mm afstand tussen de bovenkanten van beide planken als ze boven elkaar zitten. Zodat ik genoeg ruimte heb om eronder door te rijden en de rails er kan en de kurk er nog onder kan. Daarvoor had ik een Excel sheet gemaakt die voor elk van die nummertjes die erboven staat, 1, 2, 3, 4, dat zijn de plekken van de overgangen tussen twee planken. En dat is dus ook waar de pinnen zitten. Dat zijn stalen pinnen van 6 mm. En overal een schroef en een, hoe noem je zo'n ding ook alweer? Nou, zo'n rond ding met een gat erin ertussen. Dan de planken. En dan aan de andere kant weer een
rond ding met een gat ertussen en een schroef erop. En dat houdt het allemaal goed bij elkaar. En daarmee kan ik ook nog verstellen als blijkt dat alles te dicht op elkaar zit nadat de kurk erin ligt. En dan is het tijd voor de proefrit. Ik heb hier een door iemand zelf overgespoten Radeon lock met een vrij zwakke motor erin om even te kijken of het iets doet. Als deze valt zou ik dat niet zo heel erg vinden. En ik rij inderdaad even analoog. Lekker ouderwets. Ik heb natuurlijk nog analoge locomotieven in mijn collectie. Als tweede heb ik een analocomotief gepakt, maar dan ook vanaf een andere hoek. Mijn beredenering was dat als een oude analocomotief met wagons met daarin alle overgebleven schroeven en ijzerwaar de helix op kan, dan komt het wel goed met de meeste van mijn treinen. Zoals je ziet, de Anna rijdt keurig naar boven, zonder anti-slipbanden, met alle wagons erachteraan. En zonder, met wat wielspin, maar goed, ik vind het toch dat het redelijk goed gaat. En ik ben erg tevreden met mijn bouwsel tot nu toe. Ik ben nu bezig de kurk eronder te leggen. Ja, dat is dus, dat was het moment dat ik erachter kwam dat alle berekeningen eigenlijk niet klopten. En het is al een beetje passen en meten zijn om het goed op de planken te krijgen. En ik moet mijn hoofd gaan breken over hoe ik dit nu aan ga sluiten op de tafel die ik gebouwd heb. Die ik nu eigenlijk meer als opslagplank voor hout gebruik. Maar tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je dit leuk vond. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer. En vol gas naar beneden denderen was niet zo'n goed idee.